We gaan dus het toertje doen met tandem. Jullie slapen op de Geneverkamer, jullie op de speculaaskamer en jullie op de Japanse tuinkamer. Dus die tour gaan we ook doen in Hasselt. Wij zijn redelijk sportief, dus het kan eigenlijk voor ons, wat dat betreft, niet actief genoeg zijn. Ja! Rondom. Ik moest me helemaal overgeven aan Theo, dat ben ik niet gewend. Met het warme weer is het ook wel heel lekker om een beetje wind in de haren, een beetje te fietsen. De benen waren goed, de conditie iets minder. Zonder handen! De Japanse tuin is heel, heel mooi. Kom je eigenlijk van de stad ineens in het groen terecht. Stoppen, stoppen, stoppen! Dit is het speculaasmanneke. Het verschil met de Hasselse speculaas is dat de speculaas die iedereen kent bij ons in Vlaanderen zijn de dunne koekjes. Ja. En de Hasselse speculaas zijn eigenlijk dikke stukken. We hebben veel dingen geleerd vandaag. Speculoosmanneke. Dus voor ons Hollanders hebben we een stukje extra cultuur hier in Hasselt opgedaan. En hier gaan we stoppen aan het borrelmanneke. Je ziet, het borrelmanneke zit op een os. Dat komt omdat de granen die ze gebruikten om jenever te stoken vroeger, de afval, de draf van de granen, werd aan de dieren gevoederd. Vandaar ook de uitspraak, zo zat als een os. Omdat die dus de draf kregen en daar zat dikwijls nog wat alcohol in. Dus die dieren die waren ook een beetje noordelijk uit. Ik vond wel dat Bart heel fijn de uitleg deed van het jenevermanneke, want die kende ik niet. Eigenlijk was het heel origineel bedacht van hun, tot de namen van de kamers dan weer terugkwamen in onze rondleiding door de stad. Dus ik heb een droog keel gekregen, dus ik stel voor dat we ons keel gaan smeren, dat we de kleren gaan drinken. Hè. Een jenevertje hoort er automatisch bij als je een bezoekje doet aan Hasselt. Dat is wel echt typisch voor hier. Ja! School! Santé! Ja. Nu, van één of twee jenevertjes zijn er nog niet dadelijk zo zat als een varken of als een os, dus dat valt best mee.